Ali Keesma. En ik mag eigenlijk heel graag bakken. Ik bak vrij veel. Cake, appeltaart. Nou, ja, kleskoeken. Alles. Ik heb van mijn moeder geleerd. Die bakt ook nog brood. Dat vind ik een beetje te veel. Maar de rest, nou, van alles komt er wel wat uit de oven vandaan. Ik ben Ali Keesma. En ik bak heel erg graag. Eigenlijk van alles. En ik wil nu beginnen met kletskoppen. Ik begin met de bruine en de suiker door elkaar heen te roeren. En de kaneel zit er al door. Dan gaat het in de deegkom. En erbij de boter. En dan zetten we hem eerst zacht, anders gaat de boter alle kanten heen. En later kan het wat harder. En dan kan je het op de bakblik doen. Als het deeg eigenlijk klaar is, dan ziet het er ongeveer zo uit. En dan kan je met 2 theelepeltjes kan je kleine hoopjes op een bakblik doen. Maar op de bakblik moet een vetvrij papier. En dan gaat het de oven in en dan moeten we strakjes nog weer vetvrij papier neerleggen. En dan halen we het met de af en dan moet het een koud worden. En dan wordt ze hard. Oh nee. De oven moet altijd voorverwarmd en hij moet midden in de oven. Op de middelste richel van de oven. Daar moet de bakblik op. Jammer hè, die zijn nog niet even groter zijn. Dit is een mooi maatje.